Goeie. Het leven, skriezen en werken en als het hart eikers in nesten in de greidel is, dan worden die vaak opgehaald door steenbudden. Die slaan zijn ei dan stikken en slobberen dan op. Het had lang geworden en een soort geld van fieldcamera's kosten voordat de provincie Friesland dat leeuwde. Maar nu dat eindelijk safier is, is de steenbud uitgegroeid naar een wolf. Een beest waarvan je ik net weet wat je noemen matten. Een grijze rechter die maakt hem over te zetten hoe die steenbud. Die rechter zei dat de steenbud op hemzelf net een probleem is. Het gaat er nergens heen om dat er hultig minder skriezen komen. Ja, achterrechter, maar dan is dat die steenbud wel het probleem, want die eet embryo-skriezen op. Friesland, zei de rechter, die maakt maar zwaar dat ze een betere biotoop krijgen, waarin de skriezen gedijen kan. In gewone taal bedoelt hij dat de boeren maar wijze maar op een plas dras grijden. Jongens, die vogel die vreegt net om een biotoop, die vreegt om vetten, ik van zijn ben. Die rechter die reik al hier op het doelen, toen blikte dat niemand weet hoeveel steenbudden er eigenlijk in Friesland binnen. Waar had de provincie dan wij dat tastien wordt dat 429 steenbudden deert te maken of te verplaatsen? En daarom wie die rechter dan krijgt daarmee dwaande, want dat mogen we weer van de beste leur bij net. Zulke mensen die horen namelijk zijn van het stjonkende kring dat onder de motorkappen van je auto slept nadat er alle treden stikken biedt naar. Ze horen likwijls ik van uw nationale natuursymbool, de skriers. Krekkelijk als de spanning tussen de leefde van skiep of wolf, net te beredeneren. Die rechter die slept een paar dagen net, omdat hij een onmogelijke uitspraak gedaan had. Zo, alles van jet iets is echt net beter, maar krijg dit wel. Doe rijden de boer en de veldman er in oer is mij. Toen waren wel eens een stier met deersketten, zonder dat ze benauwd werden dat er net was oerbleuren. De vogels die al hard weer onderwijs binnen en de stiermutten die hadden geen belang bij dit soort theoretische discussies. In je vraag stelde die rechter trouwens net. Zou die wolf ik wil stiermutten opieten?